Maar dat volgende week donderdag, zo de Heere wil en wij leven, voor ons hoop voor te gaan, dominee van der Meer. En vangen u dit ons samen zijn aan met het zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende vers. We noemden u Psalm 25 vers 7. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woon. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Noemde u Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Samuel, te beginnen bij het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 23e vers, tot en met het einde. We noemden u 2 Samuel 15, te beginnen bij het 23e vers. En het ganse land weende met luider stem, als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron, en al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. En ziet, Zadok was ook daar, en al de levieten met hem, dragende de ark des verbonds van God. En ze zetten de ark Gods neder, en Abjatar klom op, totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Toen zeide de koning tot Zadok: breng de ark Gods weder in de stad, indien ik genade zal vinden in des Heere ogen, zo zal hij mij wederhalen en zal ze mij laten zien, mits schade zijn woning.
Maar indien hij alzo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie, hier ben ik. Hij doet mij zoals het goed in zijn ogen goed is. Voort zeide de koning tot de priester Zadok, zijt gij niet een ziener? Keer weder in de stad met vrede, ook uw lieder beide zonen Ahimaas uw zoon en Jonathan Abiathars zoon met u. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van uw lieden komt dat men mij aanzegt. Alzo bracht Zadok en Abiathar de ark Gods weder te Jeruzalem, en ze bleven al daar. En David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden, en hij zelf ging barrevoets. Ook had al het volk dat met hem was, een iegelijk zijn hoofd bedekt, en gingen op, opgaande en wenende. Toen gaf men David te kennen, zeggende, Achitofel is onder degenen die zich met Absalom hebben verbonden. Die zeide David, o Heere, maak toch Achitofels raad tot zotheid. En het geschiedde, als David tot op de hoogte kwam, dat hij aldaar God aanbad. Ziet, toen ontmoette hem Huzai, de Archiet, hebben zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd. En David zeide tot hem, zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn. Maar zo gij weder in de stad gaat en tot Absalom zegt, uw knecht, ik zal des konings zijn. Ik ben wel uw vaders knecht van tevoren geweest, maar nu zo zal ik uw knecht zijn. Zo zoudt gij mij de raad van Achitofel teniet maken. En zijn niet Zadok en Abiathar de priesters al daar met u, zo zal het geschieden dat gij alle ding dat gij uit des koningshuis zult horen, de priesteren Zadok en Abiathar zult te kennen geven. Ziet, hun beide zonen zijn al daar bij hen, Ahimaas, Zadok en Jonathan, Abiathars zoon, zo zult gij lieden door hun hand tot mij zenden, alle ding dat gij zult horen. Alzo kwam Huzai, Davids vriend, in de stad, en Absalom kwam te Jeruzalem. Ach, Heere, dat onze hulp mocht staan in de naam des Heeren, Heeren, die groot en vreselijk is, van dien ontzaglijke God, die is en blijft en wezen zal buiten Christus. Een verterend vuur en een gloed. Wij weten niet één zondaar wonen kan, maar verdalig zal worden. Maar datzelfde wezen is in Christus. Een allervriendelijk, barmhartigst en genadigst God. Tot in eeuwigheid. Ach, Heere. Dat u eenmaal hier en straks toch niet zullen ontmoeten, buiten Christus, tot een ervaren maar vreselijke verdoeming. Maar ach, dat u hier door het geloof, en straks een aanschouwen mochten moeten in Christus, tot een eeuwige verzoening, uit de genade. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn
en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het woord Gods, terwijl ik met de hulp des Heeren zullen trachten te overdenken, vindt u opgetekend in 2 Samuel 15. En daarvan in zonderheid dat 31ste vers, waar wij al dus lezen. Toen gaf men David te kennen, zeggende: Achitofel is onder degenen die zich met Absalom hebben verbonden. Dies zeide David: O Heere, maak toch Achitofels raad tot altijd. Voor we daartoe overgaan, trachten we de aangezicht des Heeren te zoeken in den gebeden. O eeuwig, enig en drieënig wezen aller wezens, aan de avond van deze dag, door ons wederom verzondigd en misbruikt, zoeken we nochtans hier te samen te komen rondom uw woord. Ach, wie weet, wie weet. Daar zou nog een woord van u bij kunnen wezen, wat ingang mocht vinden onze arme ziel. Onze arme ziel, de bearbeid, kon het wezen bekeerd en vernieuwd mocht worden. Bekeerd wordt eerst in een weg van een ontzaglijke bekering. Alles is het niet waar, Heer, want alle bekeringen die waar zijn, zijn ontzaglijk vreselijk en eerlijk, omdat ze bekeerde God zijn. Maar ook bij vernieuwing in de stam van het leven, door ontzaglijk genade wonder bij vernieuwing, gelijk Jeremia smeekt: Heer, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Uw woord zij ons tot richtsnoer, Heer, alleenlijk uw getuigenis mag het wezen, dat we met eerbied bij elkaar mogen zijn voor uw vlekkeloos aanschijn. En niemand sinds de val eerbiedig geweest, behalve de gezegende Heer Jezus Christus op de aarde. Sinds hem, voor hem, sinds de val niemand. En naam op aarde niemand, niemand die waar volmaakt eerbiedig was. Maar ach, Heer, zou u ons dan een beginsel eerbiedig willen maken voor uw aanschijn, gelijk uw ware volle dag geweest is, zichzelf aanklagen als oneerbiedige schepsel, weten en inleven de ontdekking dat het behalve een duivel geen oneerbiedig schepsel is dan een gevallen mens. Maar nog dan zichzelf aanklagende dat de uitleving betreft sierstukken waren van eerbiedige handel en behandel. En dat zijn we schier allen kwijtgebracht. O, die God zalen van de oude dag. Er waren verschijnen om in een reuke Christi kwamen te verspreiden, in handen en wandel, in woord en daar. Een reuke Christi te verspreiden als ze zwegen, ze spraken,
als ze handelde, als ze zaad, als ze wandelde. Een reuke Christ die gelijk heen nog wandelde met God. Als hij die man niet zal wandelen, maar die wandelde zo met u en een reuke Gods en van Christus vanuit. O, oh, dat was de vredesnaams, die heerlijk is afgegeven. Waar wordt dat nog gevonden? O, oh, de beste van de beste, die dan een kruimeltje zaligmakend werk zwemt. En wiens om wie arme ziel op rechtsgronden nog verlost geraakt zijn. En op rechtsgronden verzoen met u zijn in Christus. Dat is in deze tijd mijn verachterde, ongelukkige zuigeling in de genade, wat heilig naging betreft. En is in deze dagen maar een arme, welgelukkige, maar een arme wijze maagd die in diepe slaap gezonken is met de ander. Waar bitter weinig van uitgaat, o heren, die dan landen geen behoudens komen aan te doen. En er geen kracht van uitgaat, hoewel ze in Christus zijn en blijven. U begeliefd en uw uitverkoren en uw geheim op de aarde nog, dan gaat er weinig kracht van uit. Weer het laag aan het oordeel. En hun diepe, diepe slaap is gezonken. Ach, heren, zou je lieve woord van ons hart willen openen. Dan zou je ons eerlijk willen maken in spreken en horen. Zou u ons weer de onderscheid leren tussen schijn en zijn. En hoe ver het kan gaan op weg naar de hemel. Dat eeuwige de hel einde. En hoe klein het werk Gods kan wezen, maar wezenlijk wonderbaarlijk. Maar toch klein en zwak in Christus. En dat eeuwig zal triomfeer met Christus voor hen. En in hen getriomfeerd in het zaligmakende geloof. Het welk met Christus verenigd. En terwijl ik alles loslaat als schade en drek. En alles veracht. En nergens aan kan hopen of vertrouwen het zaligmakend werk. Heere, dat leunt en steunt uw kracht. En dat uw geest alleen met bewustzijn. Op de gerechtigheid van Christus. En op zijn gerechtigheid. Ondanks alles. U mocht ons dat believen te schenken, heren. En u mocht nog geven. Dat het rijk des Satans vanavond ene verstoring mocht krijgen. En uw koninkrijk mocht komen uitgebreid worden. U lieve naam ter eer. Heer Jezus. Die uw kerk gegeven zij tot de wijsheid van God. Rechtvaardigmaking, heiligmaking en verlossing. Ach, dat u onze leermeester mocht bezig vanavond. In spreken en horen. En dat uw woord ons ware wijsheid leren. Neig ons hart. En voeg het sprekende of horende samen tot die reine vrees in Christus. Van uw naam voor het eerst, waar het helaas onvrees dat nog nooit gebeurt. En zijn verre werd de meester. En waar het dan wel gebeurd zou mogen zijn, u weet het. Had ik er een renier boven. Als jullie die daarmee instemmen. Dat dat nog één keer wezen mocht. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Amen.
mijn vrienden. Er zijn in het Oude Testament vele voorbeelden, exempelen, heenwijzingen en typen van Christus. Allerwege was David wel een bijzonder type van Christus in de vernedering, in de verachting, in een weg van lijden en verdrukking. Type van Christus in de vernedering. Maar gelijk Christus vele typen had in het oude verbond, zijn er ook van enige zeer voornaamde personen in het nieuwe verbond ook typen. Elia was een type van Johannes de Doper. En Judas had een type in het oude verbond. In de persoon van Doeg. Maar nog meer in de persoon van Achitofel. En gelijk Christus Judas had, die van alle geacht geëerd werd als apostel, dat was hij ook, Jezus Christus. En waar niemand als het ware twijfelde of achterdocht had, voor het zover was. En zo twijfelde David nog Israël aan de godzaligheid van Achitofel. En dat was Achitofel David, bitterste en grootste vijand en verrader, gelijk Judas van Christus. De ergernissen moeten komen. Achitofel moest er zijn voor David louter. En Judas moest er zijn tot vervoer van de boord van Christus. Maar wee degene door wie ze zijn. Het waren een beter. Dat nog Judas nog Achitofel, wat hen betreft, geboren waren. Wegen hun zonden. Achitofel tegen een kind van God. En van Judas zijn groot opvolger tegen den zoon van God. En wens een ogenblik stil te staan bij Achitofel. We zien hem ten eerste als verheven door Davids goedgunstigheid. Ten tweede, als verrader door duivelse onverzoenlijkheid. Ten derde, als verdoemd door Gods rechtvaardigheid. Dus, we zien Achitofel ten eerste als verheven door Davids goedgunstigheid. Ten tweede, als verrader door onverzoendelijke, als verrader door duivels onverzoendelijkheid. En ten derde, als verdoemd door godsrecht vaardigheid. Voor we daartoe overgaan, trachten we eerst de melkkannen te zingen en wel. Uit een 73ste psalm. Daar we dat 9e en dat 10e zangvers. Dit duurde tot ik uit die droom van nevelen ging in het heiligdom om met de godspraak raad te plegen. Daar zou ik op wat gladde wegen de voorspoed zelfs de bozen leid. En hoe in het eind hun val bereid. Zij storten van hen top van hier een eeuwige verwoesting neer. En dan het 10e vers. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als een ogenblik. Hoe moeten zij het leven en de verhang verteerd in hun ellende. Hun wil zegt een droom vergaan, o heren, wie u op zult staan. Wij aantonen onverwacht, hoe hij een ijdel beeld veracht.
En onder het zingen van vers 9 en vers 10 van Psalm 73 ontvangt uw gelegenheid uw liefde gaven nog te mogen uitreiken. Thank you.
Achitofel ten eerste, als verheven door Davids goedgunstigheid. Mijn vrienden, David de koning had als een vurige muur rondom zijn troon. In de eerste plaats de genade gunsten Gods, dat daar boven was. Maar in de middenweg, 30 helden. Met een ganse bestaan, gaven en krachten, gaven. Voor de heerlijkheid en behoud en de veiligheid van Davids troon en kroon. En Israëls grenzen. Mogen die 30 helden en raadslieden en medewerkers die David had, was er maar één die de plaats innam van Achitofel. Eén. Die had bij David al de meeste achting en het meeste vertrouwen. Vandaar ooit een man was aan wien David zijn vertrouwen en zijn hartsgeheim en zijn geheimen van land voor de staat en van kerk en van zijn ziel en van zijn bevindelijk leven aan kwijt kon, was dan Achitofel. Hij noemde hem niet eens een raadsman, want een raadsman die vraagt om raad. En dan beslissen we zelf of we doen ze ja of nee. Daarom dat vele raadslieden. En acht hij de raad goed te zijn en vond hij. Acht hij de raad niet goed en vond niet. Maar ik lees van niemand het aan het leven dat zo'n leidsman was. Op de aarde. Dan leef ik zelf van Jonathan niet. Dat die leidsman van David was. Waardoor David niet leidde. Als mens. Wel even die bijzonder liefde. Die meer die der vrouw. Jonathan. Die was lang gestorven. Maar weet je nog. Één mens waar David zelf van recht heeft. Dat zo'n leidsman was. Dus waardoor ze liet leiden. Het vol te vertrouwen. Dat die man spakken handen. Naar den woorden God. Uit Psalm 55 leest van David. Want die persoon dat is Achitofel die bedoeld wordt. Psalm 55. Ja, daarom Psalm 55. En na het verraad van Achitofel. Dan beschrijft daarom Psalm 55. Wat is geen vijand die mij hoont, anders zou ik het hebben gedragen. Het is mijn hater niet die tegen mij groot maakt, anders zou ik mij van hem verborgen. Maar gij zijt het om hem als van mijn waardigheid. Die kan het ware zelf tot een onderkoning gemaakt wezen, als van mijn waardigheid. David vergeven. Voor een koninklijke waardigheid. Als een onderkoning. Maar hij de mens, als van mijn waardigheid. Mijn leidsman en mijn bekende. Mijn leidsman noemt David hem en mijn bekende. Wij, die dus samen in zoetigheid heilige raadpleden, dat niemand bij, komt met niemand zo verkeer met u. Wij wandelen in gezelschap ten huize Gods. Een verborgen koninkrijk God te bespreken. En niemand komt daar waar het zo kwijt is naar je toe. Mijn leidsman en bekend als van mijn waardigheid. Vrezen
zijn zielsvriend. Samen heilig raadpleed. Al de voornaamste stukken van het koninkrijk en van de regering, van bestuur. We sprak in de eerste plaats met Achitof. Maar zij hem op een ontzaglijke wijze. Doorzicht, achting. Achtigoed. En van een dames ogen ontzaglijke zaligheid. Kennis, oefening. Bovenheden God, wij wandelden. Samen in zoetigheid. Ten huize Gods. Hij dames zag hij hem, zei Achitof. Onafschrikkelijk. Die raadzalen. En naar de tempelzaal. Of naar de tabernakel die er was. Voorhof. En de God die het geplicht. Altijd samen. Komt niemand, zo spreek ik mijn handen, samen zoekt. In gezelschap, naar huis of samen. Alsjeblieft geen mensen bij. Daar hoor ik het op. Voor het doemduivelschip. Daar zou maar een bijzonder begaarde godskind. En heel Israël met. Nee. Want er staat zelfs. En in die dagen. Waar hij Thomas woorden. Als de woorden God. Bij David en bij Absalom. En bij heel Israël. Om daar een voorbeeld van. Om die mans woorden te achten. Als het ware. De woorden God zo wijs. Zo zalig. Zo uitneemt. Zo wijs. Ziels. Vriend van tafel. Zijn rechterhand. Alles uit. Toch was het maar. Een verdoemde huiger. Die zichzelf verhangen heeft. En een verdoemde terechtgekomen is. En die werd ook David gehouden. En er is dan. Het eeuwige godsavond. Oefenste. Mensen. En slaapt daar voor zich. Begrijp. Mensen, laten we toch een beetje bijbels proberen te worden. Dat was niet van man zomaar. Zomaar mannetje als wijs kan maken, zo tegenwoordig. De mensen bij bijna als wijs maken, ze hadden maar gaan halen tegenwoordig. En ze hebben geen kern van separatie meer bijna. Kennen de echte oudje niet meer. Onderzoeken niet meer hoe ver het kan gaan. Weten bij niet meer van gemene werking. Weten niet meer dat de mens met gemeene werken veel verder kan kijken in sommige dingen als daar een kind voor God. Daar! Een knef! Een kind! Een profeet! Een man God! Die kijkt diep! En die zag nooit dat hij het over heeft. Behalve laat. Echt zo'n mens. Wees voorzichtig hoor. Denk er maar aan beginnen moet wat voorzichtig te worden. En we meer met hem zo'n hoofd. Zo'n hoofd wat iemand is maar gaan aan. Zo'n hoofd. David wist van niet over. Maar het was mis. Verkeken. Mis. Was David's onverzoenlijke vijand. Als de bank was. En David dacht zijn allerliefste, beste zielsvriend was. En was David's onverzoenlijkste vijand. Die achter de hele opzet. Achter de hele opstand. De leider was. In het verborgen. Heilig. Uit. Eigenschap. Tegen God. En tegen zijn ware arme kind aan. Want slangen gaat. Blijft slangen zaad. En vrouwen zaad. Blijft vrouw staan. Tweede punt. Hoe wordt deze Achitof nog één keer
deze man waarvan staat geschreven, wees aan me, zegt hij. Dat Achitofels woorden. En in die dagen was Achitofels raad den herrade alsof men aan Gods woord gevraagd. Zo wij David. Als bij Absalom. Wat heeft die ermee te maken? Alles. Wat heeft die? De goddeloze niets nut. Dat komt te maken. Alles. Want daar geen tovel gebruikt Absalom. Om zich te wreken aan David. En waarom daar ik te hoven? Dan moet je het lieve kind wreken wat je tot konkwaai verheven hebt. Maar je jarenlang zoetig verkeerd hebt in alle zaken. Waar moet je vertrouwen schenden uit te hoven? Van een man als daar die je volgt vertrouwen heeft. En in tijdige geestige zaak. Waarom kies je straks ellendering, de zijde van Achitofel van Absalom? Niets nut, een godloze ijle, niets nut. Met daar vergeleken, die een held, een wijze man. Vol van gave kracht en God bediend. En Achitofel, een man met veel haar en verder had hij niet veel. Een man met achter vrouwen aan te jagen en verder kon hij niks. Misschien krijgt men niks. Niet nut. Hoe kom je aan die zijde te kiezen? David dood te bedoelen. Daar moet wat achter zitten. Als een man zag ik doof. Is een geniet. Geheim. Hans geslang. En laat het open zijde kiest van Absalom tegen David. Dat was het tweede punt. En dan zien we hem. Als verraden door duivelse onverzoenlijkheid. Achitofel weet iets. Wat de meesten Israël van David niet weten. En bij Achitofel wel. Misschien nog geen eens van David zelf. En dan weet hij toch, omdat de krachtenfamiliebetrekking ten nauwste bij betrokken is. Luister. Achitofel de Gilo niet. Hij woont in Gilo. Ligt bij Hebron in Juda. Achitofel had een zoon. En die heette Eliam. En Eliam was een van de 30 helden van David. Een krijgsman. Een held. Die in het leger van David. Was een van de 30 helden David. De zoon van Achitofel. Die Eliam. Zijn dochter. En die naam kent u allemaal. Jongste kind zou die naam moeten kennen. Uw kleindochter van Achitofel. En u zou ik de man noemen. U weet wie het is. De man behoorde ook tot de 30 helden. De schoonzoon en schoonvader. Eliam, zo van Achitofel. Was de vader van Uria, de Hittiet. Getrouwd met Bathseba. Die Bathseba was de kleindochter van Achitofel. Nu komt. Juist, juist. Die wat de meeste is er nog
niet wist. Er waren wel gedacht, de sommigen. Maar wist Achie teugelzeer wel, dacht dat een man met zulke gaven, zulke wijsheid er ook door zit. Niet wist was er zijn kleindochter gebeurd dus. Hoe zo'n aangetrouwde kleinzoon gedood is. Nu je deed niet. Die houdt. Die met zijn eigen zoon in het leger was. Ook 31 gelden. Wat Zeba. De kleindochter. Maar niet toch. Kijk en nu gebeurt er dit het avondleven. Die dacht dit geslacht waar hij te overlaat. En er was niets op te zeggen te gaan slag naar Rito, eerbaar, onbesproken. Maar het huur van Rito, een klein dochter, wat ze even verstoord de avond, inderdaad. Rij en overstand, ontzaglijke wijk, dwingt hij de wat ze even. En hij vermoordt een man, Uriah, die godzalig man deed niet. Godzalig mens, ontzettend godzalig mens deed niet. Kandig noemt het deze een vrome man. In de goede zin. Godzalig man. Weet het. En daalt zonde te bedekken. Laat die weer dit die dood, weet het. Tijd. Daar komt Arito achter. Die weet van David. En dat vergeeft hij nooit te weten. Dat vergeeft hij nooit met de onvergetelijkheid van een tuurlijk mens tegen een kind van God. Want er kan daar geen teufel niet gebeuren. Dat kan niet gebeuren. Maar dat weet hij niet hoe mensen duiven. Het huur van twee godzalige mensen verstoren kan. En dat die man God vrezen leert, heeft niet vermoord. En wat Zeba verhoerde. Ze komt er macht misbruik gemaakt. De man zijn leven. Dat kan bij Achitofen niet. Dat kan niet. Achitofen. Dat vergeeft hij nooit. Zijn geslacht. Daar komen dingen niet in voor. Zijn kleindochter. Verhoerde de hoofdman. Zijn kleinzoon gedood. Ria deed dit. Dat geeft hij nou. En dan komt hij van binnen. Oh, die verborgen vijandschap van een slangeraad tegen de vrouwenzak. En dan wat denken ze kunnen vinden. Kijk, dan breekt heimelijk door. De vijandschap van een onbekeerd meisje tegen een kind van God. Met Arithofel weet wel heel diep verborgen. David heeft iets wat hij niet heeft. Dat weten ze wel, de gevijfde huigelaars. Dat weten ze wel hoe ver ze komen. En wat de naam ze ook hebben. Ze weten dat een kind van God iets heeft wat zij niet hebben. Dat ze ergens niet kunnen komen. Een kind van God wil kunnen komen. Kijk. En als Arithofel dan iets heeft. Het voorzicht te hebben. En zegt, heel Israël zalige David, wat een voorrecht, wat een voorrecht. Het is allemaal David voor en David na. Nooit een koning had, profeet. En koning, en knecht, en psalmdichter, en voorganger. Heel Israël. Met een heilige mond liggen daar, voor zo vandaag. Het Achitofel, ik weet meer van David. Ik weet meer van David. Ik weet wat jullie niet weten. Denk toch net. Dan komt de vijandschap openbaar. Want slagen ze aan het Achitofel tegen het vrouwen zijn. Maar bij Achitofel kan er niet gebeuren. Maar bij David gebeurt het. Achitofel kent zijn eigen niet. Omdat hij onbekeerd was. Een onbekeerd mens kent zijn eigen niet. Waarom kent hij niet? Achitofel weet dat het een wonder is niet doet. En wat dat doet, zeer vreselijk ontzettend, is onnoemelijk ontzettend. Het zwaar zo'n huis, die wijk zijn dochter. Dat is een wonder, is bewaard wordt. Nou, ik tof het een wonder, nog op vrede met dat doet.
met zijn kleindochter. Zijn kleindochter. Dat is het. Die dat aandurft. Om zijn geslag te afronden. Vergeet ik hem nooit. Dat zullen voorrechten wreken naar doden toe. Dat zal hij weten. Wat mijn kleindochter gedaan heeft. En mijn kleinzoon gedood heeft. Maar niks zeggen. Gang. Dat zag hij toch. Ten slotte ligt er een vijandschap. Hoe het ook gekalfd ligt geworden voor een tijd, de vijandschap. Zag ik tovelend David. Dat hij tovel weet en voelt, wel David heeft iets. Wat hij niet heeft. En dan kan David wel zeggen. Wel zalig hij die zonde vergeven. Die ons al vergezond heeft. Ja, ja, hij gaat tovel, dat gaat zomaar niet. Dat zullen we uitzoeken. En hij kan naast ons zeggen, uw zonde vergeven. Dat ze eens kijken, als het over de zomer gaat. En ik kan daar wel zeggen, Psalm 51. Tegen u in hebben gezond. En dan kan zo, nee David, daar ben je niet klaar mee. Tegen mij en mijn geslacht heb je gezond. Ik ben hoofdslag hoor, en mijn geslacht. Eind. Tegen mijn kleindochter, mijn kleindochter. En dat zij weten. Zeg niks. Dat merkt niks. Eind iets gevonden. Iets gevonden. Eind. David. Treffen. Geheim. Een verborgen vijandschap. Die hij heeft gehad. Weten. David heeft iets. Wat ik niet heb. Begint hij. Heel het niemand merkt het. Die mens. Absalom. Laat die Absalom gebruiken. Tegen de vader. Te comploteren. Die twee tegen elkaar. Het zwaard van je huis die werken. Die twee. Absalom, hij blijft er buiten. Als regel. Absalom tegen zijn vader. Die zal ik gebruiken. Dus Achitofel, de vrome vriend van David. Zal ik Absalom gebruiken om het doodzwaard in David te steken. Het gebeurt, Absalom. Je moet meer naar voren komen. Ontzaglijke wijze, ontzaglijke verstand, ontzag doorzicht, onnoemelijk. Hij door uw Absalom moet meer naam krijgen, naar voren trekken. Om met 50 man in Jeruzalem te lopen, als zoon des konings. Goed, het gebeurt, maar ja, dat helpt ook niet veel. Dat ook niet veel. Absalom. Je moet het hart van het volk gaan in. Absalom moet een plaats krijgen in het hart van Israëls volk. Maar hoe gaat dat? Het is niets nut. Die schone man met lange haren, prachtige haren die hij afknipt ieder jaar. Het is een mooi man, prachtig. Maar een beetje, ja, verder niets. Een ondeugd, een mooie ondeugd. En een koningszoon. Hoe kan die nu het hart van Israël winnen? Dat zoveel jaar gewend is aan een man God uit David, aan een held. Hoe kan die nu het hart winnen? Niet met 50 man voor je uit laten lopen Jeruzalem, dan ben je het hart niet mee. Zet hij dat zo mee. Die kan ook beter wat anders doen. Maar hij toch geeft hem raad, ander raad. Had Absalom nooit gebeurd. Absalom, op de rechtsdagen dat je vader voorzitter is van het hoofdgerechtshof. Moet jij gaan staan op weg naar de rechtszaal. Als zoon des konings. Dan ga jij vragen aan de mensen die naar de rechtszaal gaan. Wat hun zaak is, waar ze heen gaan, wat ze doen willen.
En dan moet jij die mens zien te winnen. En dan moet je die mensen innemen. En dan moet je die mensen gelijk geven. En een rechtszaak als rechtvaardig beschouwen. Zonder te veel onderzoeken. Als ze maar gelijk hebben. Ik denk, jij het hart van die mensen afstom doet al zo. Want dan is het waar, net als bij ons, kartongerechten voor kleine zaken, rechtbanken voor grotere, maar als de verdachten en de andere de partijen niet mee eens waren, kon ze uiteindelijk beroep in Jeruzalem. Want daar was de hoogste rechter van de hele koninkrijk. En dat bepaalde rechtsbeharen, want de rechters toelen staan naar binnen op Stammeren 22, hield David, hield daar rechtszittingen. En daar heb je uitspraak van de hoogste rechter, de hoogste rechtbank in Israël. Wat een lage rechtbanken niet uitgespreid of uitgewerkt kon worden, dan kwam deze David terecht. Rechtbaar. En die dag kwamen dus alle mensen die geen gelijk hadden gekregen, gingen ze beroep op David. Stond Absalom aan de zijde van die weg. En vroeg aan die mensen van waar komt je mijn vriend? Dan Naphtali, Zebulon, Juda misschien. Dat ik een plaats op. Hij komt dit doen, ja. Ik ga naar de rechtszaal van David. Koning David. Om een zaak voor te... Ach, zegt ze dat. U zult niet veel gehoor vinden bij een koning. Dat wil zeggen, de koning zoekt het zo ontzettend naar uit. Al heb je gelijk, heb je toch geen gelijk. Hield hij. En het was ook zo. Daar keek ik op vandaan. Daar zorgde hij bij wereld nog. Ooit daar weer gelijk had. Nu komen mensen weer gelijk hebben. En meneer dan niet gelijk. Dat is haar. Dus je ging met een lode schoenen ging naar David toe. Denk dan. Dan staat er een vriendelijke man aan de zijde van de weg. Zegt, zeg mij maar de zaak. Je bent een zoon des konings. Vertel mij vriend wat is er aan de hand. Dat en dat en dat. Oh. Ja dat is juist zeker. Ik heb het begrepen. Hij dacht, vriend, je hebt gelijk. Je hebt je rechtszaak gewonnen. Je krijgt een stuk land, je krijgt som geld. Ik zal ervoor zorgen, wat is uw naam en woord? U hebt gelijk. Hoef ik niet meer naar David. Ik ben de zoon des konings. Ik geef het u. Ik heb uitspraak gedaan. En ik zat op een kusten, alle vriendelijk. Maar nooit zo behandeld. Die man. En ik kom thuis. Wat, hoe was het? Wat zei David? David zei niets. David, je bent naar David geweest, naar de hoge rechtshof. Dat hoeft niet meer. Is David dan gestorven? Maar voor het hoge staat aan de zijde van de kanselierlievelingszoon Absalom. En dat is toch zo'n hartelijk innemende man. En die geeft je zonder ooit onderzocht hebben, zonder ooit gesepareerd hebben, God van de... Denk hem. En die wil het hart van het volk, niet van het echte volk. Want het hele echte volk, als ze niet altijd niet in slaap zijn, wil het hart niet. Die vertrouwen niet, die weten beter. Die trekken op taal het recht dan. Moet recht, hier recht te werken. Maar de meeste willen dat niet. Toen niet en nu niet. Nu is hij binnen het hart van het volk. Je hebt dat gekregen. Krijg je een beetje moed. Bij die man Appel krijg je een beetje moed. Hij er ook nog bij hoort. Die man die geeft daar een beetje stimulans. Een beetje moed. Bij David is het allemaal zo. Ja. Bij David ga je. Al heb je recht bij David. Zeg je ja zo. En dat niet mis hebben. Dat u absoluut. Terwijl mensen dacht. Dan krijg je nog eens moed. Daar ben je of een reentje van, dan sta ik je zaakjes ook nog een keertje recht. Ja, ook nog een keertje moeten. Is niets veranderd hoor. Niets veranderd. En zo won die hart. Stal staat er. Hij stal het hart van het volk. Zo. Het ging uit, loop een vuurtje. Ga je alle heen die zaakjes recht willen staan. Zonder recht en gerechtigheid. Toen kunnen we eruit. Daar hebben we ze. Zo'n separatie kunnen we dragen, zeggen ze elkaar in. En we drieën elkaar, en we liegen elkaar. En we keren elkaar. Tot
straks al later. Loof wel rond in een mensen betoverde en mensen bekeerd zijn. Nooit voor God en Christus bekeerd. Nooit. Nooit terecht verdoemd en nooit terecht voor een dag bekeerd. Zonder God. Dat soms. Mannelijk en vrouwelijk absoluut. Die zeggen dat je zaken zegt, maar zonder onderzoek. Zonder wezen. En die winnen het hart, die stelen het hart. In deze tijd wel het doorkomt. Begrijpt u het? Zo ver kijkt Absalom niet als waar ik doof. Zo kijkt dat. Want de mees en David moe. Absalom. Ach, dat die man een rechter was. Dan word je er ook nog eens een keer mee. Dan deed je ook nog eens een keertje mee. Dan word je ook nog eens een keertje bekeerd. Stond die zaak toch een keertje goed. Ik. Alsof dat het voornaamst is. Of de eer en de deur de God verder weer niet voornaamst is. Nee. Dat hoort bij daar, door Gapsom niet. Genoeg. Dan gaat het verder. En Absalom, die vraagt een keer in die tijd om erin door te werken, Israël. Erin door te comploteren, moet je Psalm 55 maar lezen. Het is vreemd en twist, is dat David kan niet zeggen wat er is. Maar hij voelt het, daar voelt er werkelijk wat. Je kan het op die zeggen, je kan het voelen. En daar voelt er werkelijk wat. Er intrigeert wat. Daar voelt wat. Ach, iemand vreugd in David gaan. Duiven gaan. Ik zou vlucht waar ik heen moet gaan. Vreemd en twist, is dat David voelt er gebeurt wat, dan kan je voelen. Maar je kan niet zeggen wat. En in die tijd komt Absalom bij hem. Het vader maakt een Hebron. Waarom, jongen? Vader, toen ik in Gezer was, had ik verbannen naar Gezer, weet u wel, naar mijn grote zonde. Het Tamar. Toen Gezer was verbannen van u. Toen heb ik den Heere geloofd aan hem met, ach, Heer, als ik ooit in Jeruzalem mag komen, bij mijn lieve vader David. Ach, dat je hem ooit weer kussen wil. Je moet terug me komen, Heer, naar uw gelofte betaald. Dat heb ik gedaan, vader. En dan wou ik de Heer, om alles weer goed is tussen ons, wou ik de Heer gelofte betaald. In Hebron, de priesterstad. Mag dat, vader? Nou, welke vader zou dan niet blij zijn? Terwijl je nou een jongen heeft, hebt? Nou, je kan hem zonder bijna niet meer de kerk liggen. Soms dan doet het nou, maar je ziet aankomen. Hij doet nou wel eens een keertje met veel moeite, maar je ziet aankomen. Nou. Andere vrienden, nee, dat duurt heel lang met die jongen, die krijg je niet meer. Ooit een meisje, nou, het is net de kant af, maar die vriendin en zo meer. Ze luistert niet meer, wat brutaal, je voelt, je raakt het kind kwijt. Waar ik heen in de wereld. Van jongeren met een kam. Een smart overtuigd. Voor alles. En dan zo'n jongen. Noem zo'n jongen. Die dan vanavond eens zegt. Vader en moeder. Ik wil vanavond naar de kerk toe. Dan zeg je. Ah. Er springt iets op hier. Dank u weer. Hij wil naar de kerk. En dan. Dan ben je zo blij. Al die paar duizend goederen krijgen nog veel blij. Hij gaat naar de kerk. Wie weet niet. Zal er wat veranderen? Wie weet. Dan ben je toch zo blij als een kind. Of dat meisje wat je niet meer mee kon krijgen. En zonder gingen dat zo'n beetje. Nou ja. Maar dan weet ik nooit alsjeblieft niet. Dan weet ik weer kerk. Als die dan zegt vader en moeder. Ik geloof dat ik vraag mega. Dan zeg je niet, we zijn zo blij als een kind. Kom dan eens. Kom dan. En de afgrond dat vader mag me heen. Om de Heer mijn geloof te betalen. Je zegen kennis. Daarom denk ik, misschien wordt er anders. Misschien wordt hij minder eigen. Misschien wordt wat God weet. Wie weet het nog dit. Tuurlijk zegt, dan gaan we heen toe.
Natuurlijk, jongen, dat lof betaalt alsjeblieft de hemel. En die tijd is Achitofel, ook niet zo jong meer. Gaat ook veel naar huis toe, Gilo, dat is vlak bij Hebron. Om het uit te werken. Het is niet even niet om het hof te betalen. Om een complot te maken met heel Israël. Om een spionnen. En Achitofel leidt het, die stuit op het ogenblik. Die leidt het, heel stiekem. Hebron! Dus het waren de geestelijke mentor. Geef ik lijst maar van dit. Dat kan je absoluut niet. Veel te dom voor. Mag je het ook wel. De komst. De komst. De komst. En in die tijd. In die dag gebeurt. Wordt daar complot gesmeed. Absalom. Aritof. In Hebron. En daar wordt de stootroepen bijeengebracht. Die het uitroepen. Absalom is koning. Plotseling. Ongedacht, ongewoon, groot geloof. Absalom is koning, Absalom is koning. De eerste rug die Jeruzalem komt. Gewoon, zo wordt Israël een heel leger samenkomt bij Hebron. Rostallen. Heimelijk, wonderlijk, onweerstandig. Absalom is koning, Absalom wordt koning. Absalom. Die vriendelijke Absalom. Die man voor je opnam. Is kom. Stukken. Oh, oh, oh. En dan. Ontzaglijk stuk. En dan. Dan begint daar Hebron. De opstand wezenlijkheid te worden. Tovel de leidsman. Die het organiseert. En afstand de man die voor optreedt. Die man die zo lief was. Die man die zijn hoofdje had. Die man die zijn goede zielen begreep. Voor de kleintje zo lief was. Die zaken stond recht. Die man. Die zal een recht en koning worden. Dat wil erin. Afstand is koning. Afstand is koning. Laatste punt. Die Achitofel als verdoemd door goddelijke rechtvaardigheid. Enkel woord, ga eerst zingen, maar eerst een paar woorden. En dan, als dat gerucht Jeruzalem komt, vanaf soms koningschap. Dan weet David nog niet dat hij toverd achter zit. Denkt hij nog niet. Hij is wel naar huis, maar ja, dat is in de buurt, maar ja, dat zegt niets. Absalom trekt op. En David trekt weg. Waarom? In de eerste plaats, dit David weet het wel, dit is het zwaarste van uw huis, niet wijken. Het zwaard aan Absaloms hand, zijn zoon, was een huis niet werken zal. En de tweede plaats, niet vecht Jeruzalem. Jeruzalem niet stelt als een bloedbad. Dat niet, dan liever wijken. Dan liever terugwijken tijdelijk. Om Jeruzalem niet te maken een bloedbad. Dat daar is grote koning, alle Filistijnen volken zijn. Hij heeft gehoord, Jeruzalem is een bloedbad. Een bloedbad, de vader strijdt tegen de zoon tegen de vader. Haha. Dan liever teruggaan, een tijd lang. Dan liever wijken. In dit geval, want tenslotte het zwaar van het huis die wijk. En daar maakt zo op de rug, daarin te kreet in de pleetie. En dan het trouwen die met hem zijn. En dan gaan Jeruzalem uit een grote schaar wenende. En heel Jeruzalem wenende is de koning uit zich aan barboets. Het hoofd met onmondhoven wond. Teken van rouw smart David. Hun koning. David, man God. Vlucht
nuchtern heen uit Jeruzalem met de kreten de pleet in de getrap. De echte, die blijft erbij. Die hebben sterven liever met David. Dan leven onder Absalom. Zeggen de meesten hem soms wel. De echte. Ga mee met David. Ga die Kidron over die je voren ligt. Dezelfde beker Christus overheen. Eenmaal. Nacht is lijden. Door Leidenhof. Ook David door. Door Leidenberg. Ook David. Oh, wonderlijk stuk. Wonderlijk stuk. Wonderlijk stuk. En dan. Als je dan daar komt, dan had volk weet het grote luider stemmen David ook. Dan hoop je vlucht en ellende. Dan komt daar om de starten over om de Ark des Verbonds. Twee lieve, trouwe priesters. Zadok en Abiathar. Twee priesters. Hoge priester en priester. Die brengen de Ark des Verbonds. Die zeggen, wij liggen niet mee. We willen niet onder Absalom zeggen, we blijven u daar. En we nemen de Ark mee waar u heen gaat. En we leven sterren met u en met uw God daar. Die staan als trouw vrienden met Ark des Verbonds. Is dat David, als je het volk dat weende met hem is. Een klein handje tegenover de overmacht die Absalom heeft. En die tegen de twee priesten zaden van Abiathar brengt de Ark terug naar zijn plaats. Laten we niet het hof in Pinhas liggen. Dan moet Ark mee tegen de Filistijn niet doen. Niet om de Ark terug in de plaats van het heilige der heilige der Rus. Niet mee, nee, dat brengt toch niet goed. En ga zelf ook terug. En weet, daar is priester en hoort wat er gebeurt. En wat is, zendt uw zonen. Jonathan Aymar, zendt die zonen aan. Ik ben de woestijn. Als een vlucht liggen een zwerf. En laat uw zonen daarbij komen zeggen, wat is jullie wat u weet. Dan breng de aard terug naar die hoort. Die hoort daar, zie ons bergen heuvel op. Daar de neerzet. Huppelend ook koning, wat. Hij wil een koning waar op. En er huppel in God. Wat blijft hem gewijd. Dat is hier geweest. Daar moet hij niet staan. Je mag niet meegaan. Ja, ik moet blijven. Dan moet ik weg. De aarde moet er blijven. Nou, die is blijven op de aarde. Zeer terug, lieve man. Terug, lieve man, met je uit. Dan moet hij blijven. Wie door komt die ruren? Ah, ik moet staan en heilen daarheen. Dat is Christus. Je moet zijn plaat nemen. Christus. Daar blijven. Zondags, de Jeremie, de woon van God tegenwoordig, moet daar blijven. Als dat gebeurt, dan lees ik het ontzaggelijk iets. Dan gaat de ark terug naar Jeruzalem. En David zegt, indien de Heer. Indien de Heer brengt de arke God weder in de stad. Indien ik genade vind in de zeren ogen, zal hij mij wederhalen. Als ze me laten zien met schaats en bonen. Misschien is dat. Als ik genade vind, kom ik niet door een paleis en mijn toon gaat er niet om. Maar mijn eerste en mijn laatste gang zal weer naar het huis des Heer. Het voren van de arke en het heilige de heilig is. En die genade vindt, komt dan een keertje weer. Maar indien hij al zo zou zeggen, ik heb geen lust tot u. Dat is ook geen wonder. Dat is ook geen wonder. Nooit meer terugkom. Het einde bedenkt. Waar ik straks een moestijn verslagen wil liggen. Of een gevangene weggevoerd. Dat ik nooit meer zal zien. Ziet, hier ben ik. De Heere, doe mij. Wat goed is, in zijn ogen. Dat genade vinden dan mijn eerste werk zijn dat heiligdom. God in Christus mijn leven. God in Christus, daar is Christus, uitbeelding van Christus. Wow. Door die geen, ik geen genade vind, is het ogen geen lust in. Ik me onderweg. Dat ik zeg, u doe maar Heer wat goed is in uw ogen. Dan gaat het volk
opgaan en wenende. En dan komt een boodschap, het ark is terug in Jeruzalem. Van de snelbode uit Jeruzalem. En die geheten verpletterendste pijn die er is. Die geeft deze boodschap. Toen gaf men David te kennen zeggende. Achitofel is onder degene die van Absalom hebben verbonden. Dat is de echte. Dat is de echte. Die zette David. Maar hij toonde zijn haar tot zachtheid. Want die man weet er één pik meer zonder bij elkaar. Oh, dat zaak is nooit zo schade gereden. Als toen die vermeden godzaligheid toch binnenkwam met Absalom. Toen zei je, Sierot, hebben we altijd gezegd, David neem me te zwaar op. Sierot, David dacht dat hij leven is. Het enige zal wel. Zie wat we altijd weer gezegd. Kijk naar Achitofel. Die godzalige man. Zie wat die kiezer ook de zijde van Absalom. Zie wat we gelijk hadden. Achitofel moet het weten. Zie wat zit die zo David allemaal afsnijden. Recht en rechtigheid. En dan weer. Zie wat. Die godzalige Achitofel. Die man. De zuurvriend van David. Zie, laat hem ook los. Die komt met Absalom. Nou, de zaak van David van de koning van Christus ooit schade gereden heeft, is niet Absalom. Dat is niets nut. Maar de binnen komen we Achitofel. Met Absalom. Door heel Juda en Jeruzalem. De grootste afbreuk geweest. Koninkrijk God en van David. De doodsteken met David bediening. De doodsteken. Want hij had hem zelf geacht en bestemde zich ontzalig met Achitofel. En die kiest nu overgerijd binnen de zijde van Absalom. Zie we dat het weinig? Zie we alles te weinig zegt, die David was een man die dacht in leen wist. Nooit was er iets goed. Zie je van Achitofel, nou wie die wil daarom dat blijven. Die kiest toch met de zijde van Absalom, zie je wel. Die is ook met David niet eens zo, die kiest Absalom. En dan erbij Achitofel, ik zeg er dan één pink mee verstand. Zal dan. Die zei de David. O Heer. Ik Achitofel slaat. Tot zotheid. Eerst zing. En dan op Psalm 119, vers 60, al godloos volk. Voor het gas schuim van de aard, die zou uw getuigenis vrezen. Het deed mijn ziel verzingen gebaar, en zelfs heeft mij het hart te berg gerezen. Als ik op u gericht heb gestaard, uw oordeel, heren, die dan vreselijk wezen. Psalm 119, vers 60.
Schade. Au, Huzee, vriend van de haven. Absalom uit de opmerking wist dat zo. Hij wie de Heer tot koning gemaakt heeft, die zal ik volgen. Ja. Huzee. Een raad. Eerst dat ik tover, dat schuwelijkste raad van zijn leven. Hij bedoelt dit. Velen zullen u niet volgen, Absalom, want ze zeggen straks. Maakt hij toch een vriendschap met zijn vader. En dan vallen wij dus de bal en schip. Er zijn die twee weer het eens, vader en zoon. Er is meer gebeurd. En van die u volgen. Dan vallen we daar de ongunst. En zal daar wel afrekenen. U zult eerst eens afkijken. Harry Tove zegt, doe nou zoiets. Waardoor de breuk met u en uw vader onheelbaar onderstelbaar is. Wat moet je dan doen? Zeg, helpt niks. Doen. Op dat dak gaan. En ingaan door de bijwij van uw vader. Dat is de grootste belediging. Ontzaglijkste belediging. Wat het ganse volk ziet. Daarom heb je altijd de mogelijkheid van terugkeer afgesneden. Riep verder. Maar niet volgt dat. Het gebeurt af. Eén punt. Eén punt. Hiermee onderschrijft Aritoog zijn dood van het maatvol. En Absalom ook. Strak wordt uitgebreid. Maar van hun kant. Maar van Gods kant. Dat was het dak. Op eenmaal David wandelde. En zag. Zwaar. Huis. Genoeg. Van de graad Gods. De verdoemde worden in verpletterd en verdoemd. En de kinderen God worden geheiligd. En verzoend. Ondanks alles. En de tweede raad. Aritoog, geef u zijn raad. Ik heb dat gedaan. Eerst dat doen. Dat is onaanstaanbaar. En dan? Nou, Aritoog, geef mij, laat mij deze, laat mij nu 12.000 man uitkiezen. Kan ik zelf wel. Dus kijk, dat mijn handje vol. Laat me 12.000 man zelf uitkiezen. Ik bezien. En met die 12.000 man, ik ga aan het hoofd. U blijft hier, Absalom. Ik ga aan het hoofd. En we jagen hem na. En we vinden hem deze nacht in de woestijn. Moedeloos. Krachteloos. Hulpeloos. Werkeloos. En uitzichtloos.
Er vallen met 12 man van het legertje van de Havertan. Een legertje is het maar. En zijn moe, hongerig, beslagen. En ik zou de koning alleen doden. De kern in stikdok. Dan maken we geen bloed wat van. Ik zal een koning alleen doen. Ik doe. Oh, oh, de verkafte vijandschap van slangen daar tegen vrouwen zijn. Nee, de wraken van een satanskind met gemeen licht. Oh, oh, tegen een arm kind met genade werken, genade licht in Christus. Nee, de vijandschap van een men nabij komt en bij Christus. Tegen een arm kind, de God met al hart gesneden in Christus. Ik zal een koning alleen slaan. Dat moet deze dag gebeuren, zag ik het ook. Doortrekken, één keer. Nu zijn ze moedeloos en krachteloos. En er gebeurt er niets. De volgende dag hoor je een spel van een injectieveldslag. Alleen David is gedood. En automatisch wordt u koning. De zoon. Eén kracht. Nu doe. Laat mij dat doen. Tja, zeg. Tja. Dan zag ik het over, ja. Die man hier. Je ziet dat, hè. Alleen zegt Absalom. En toch wil ik ook nog een keer die oude vriend van mijn vader vragen. U ziet, die ken ik al zo lang bij mijn vader. Dat ik over die had ook wel mee zeg. Nou, u ziet. Ditmaal als ik me vraagt, Absalom. Heeft daar ik over geen goed raad te geven. Want ten eerste. Uw vader krijgt man. Er is niet zo dom. Dat hij in het leger verblijft. Die kende woestijn van Juda als zijn eigen huis. Hij heeft de tieren ingevlucht voor Saul. Die zag met een enkel in spelonk. Je blijft hem bij het leger. In zo'n nacht. Die zat met dood in spelonk. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je een veldslag. En dan maakt uw vader volgens een helden. Dat weet u wel. Uw vader had hem een held. Maar die mannen ook. Die zijn verbitterd als een berin die van jongen beroofd is. Het een dood op. En dat vannacht plaats heeft een bloedbad plaats in de woestijn. Bloedbad. En de volgende ochtend is wel David. Hebben ze David? Zie je wel, ze krijgen hem niet. Zo krijgen hem niet. Zie je wel? Af hem krijgen niet. De zaak verloren. Ik zeg, dit is de ruzie. Absalom, u moet aan het hof van het leger gaan. Dan komt u toe. U. Maar dan moet u eerst een leger verzamelen van dan tot de zee daartoe. Als Sanderzee. Alle mannen die krijgsvaardig zijn, moeten gemobiliseerd worden. Op uw bevel. En met dat machtige leger trekken we op. En verpletteren het hoofdje van de haft. Het is één keer af. En zijn aanhangers en zijn vrienden daar ook zelf. Verpletterd, weg. En met u, koning. Zo moeten we doen. Eerst mobiliseren. Want dan verzeven we toe. Met een overmachtig leger. Dan valt je aan vader op. Je David dan. En zijn. Pletterend. En toen zei de God voorzienigheid. Dit maakt de raad van Achitof niet zo goed als u zegt. U voelt de wangheid. Achitof het groot gelijk, mensen. Uit het doet moet je rijk doen. Dit wordt een heel lang tratig gedoe voor het alleen mannen. Dat is dan bij elkaar, het leger, mensen. Een hele verwarring. Die gaat mee, die zegt, ik ga niet tegen David vechten. Voordat het bij elkaar is, dat was de bedoeling. Daar komt niks van. Het oog werd verblind. Verblind. Alleen één, ook niet verblind. Achitof, die was niet verblind. Die zag hem één keer onmiddellijk. Dat plan ondergaan. Dat plan ondergaan. En ze Absalom die raad van u zien. Komt er niks van terecht. Afgelopen. Verloren. Voor de eerste maal van zijn leven werd zijn raad niet opgepompt. En die domme Absalom.
die verwerpt zijn hart die David nooit verwacht heeft. Oh, oh. Doodsteek van die toe. Wat de raad van de oude domme man gevolgd wordt in zijn raad niet. Je ziet hij met één keer, met de gave die hij had. Het ligt dat de zaak van Absalom hiermee verloren is. Dat God ingrijpt. Dat God in de zaak van Absalom blaast en in zijn zaak blaast. En dat weet hij wel. Dat ziet hij wel. Want die man heeft veel gemene verlichtingen getoven. Ontzettend gemene verlichting. Kijk verder soms een kind erop. Kijk dan. Door gemene verlichting. Oh. Dat doet Aritover dan. Dat is de maatvol. Die man die slaat hem zijn vuist op de tafel. Die man raakt nooit in paniek. Domme mensen beginnen te schreeuwen om vuist te slaan. Aritover niet. Hij heeft alles gezien. Deze zaak is verloren. En hij weet de maat is vol. Hij gaat stil naar huis. Hij protesteert niet. Hij doet niets meer. Hij gaat in zekere stille maagdheid. Gaat hij ook naar huis toe. Zonder paniek. Zonder opgewondenheid. Zonder vuist op de tafel. En het gaat mis. Doet dat toe. Dat is de man in haar. Dat is een van de eerste man in Israël. Een van de wijste man, de zachtigste man. Zielsvriend van David, eertijds. En in diep verborgen een zielsvijand om Christus. Eén heusje om Christus. Het is die Absalom. Zie je wel, kijk ze maar aan. Wie je ten slotte kiest. Kijk ze maar nou waar ze komt. Je kiest een slot op, zon. Kies er ook een halve waarheid voor de hele waarheid. Kijk, hoe ver ze gaan. Dan hebben ze misschien een naam in Israël. En in Nederland. Je kiest toch de bank om tussenweg. Kies toch een tussenweg in de bank komt. Absalom. Boven David. Een Christus. Een koningszoon. Boven den zo'n hos. Nee, boven den kreeks. Er is toverlok. Hij weet wel dat het einde is. Dan drijft God hem naar het einde toe. En dan lees ik. Als de Maritobel zag dat zijn raad niet gedaan was. Zaal heeft een ezel. En maakte zich op. En toog naar zijn huis in een stad. Gilo. Heel bedaard. Heel bedaard. Hij rende niet, hij dreef niet. Heel bedaard. En gaf bevel aan zijn huis. Hij maakt een testament heel rustig. Alle beschreef. Ze wijst die brezevers. Gaf bevel aan huis. En verhing zich. Verhing zich. Oh, 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 dat is de nacht van die toon. En wie het gemist van zulke handwevige nacht zal worden. Oh, oh, daarbij komend werk. Mijn ziel, wees daar voorzichtig. Mensen, mens, wees daar voorzichtig. Maar ik toon wat een betovende kracht en werk zal David. Niet op God, dat is het. Had nooit een man die door recht ontdoemd was en ooit door recht verzoend was. Had nooit een man die alle dingen buiten reden met geen schade en drek gehad had. Nooit. Ken je niet. Ken je niet. Stag een man heen van tussenweg. Hij is maar daar op God's aarde terug en dag een man van tussenweg. Soort, zoek, soort. Hij zoekt dag af, soort. Overdacht. Dag, zoek, soort, soort. We kunnen jaren praten en preken en noemen dat ook zo'n soort. Dat was goed, kijk maar. Soort zoek soorten. Dag zoek is een komende duivel. Vangt zich. Je sterft een dood. Dat verdoemde. Heel bedaard.
schatthuis alles heeft beschreven. Testament, alles wat er is. En toen heel stil dringde ze. En die nachten. Die tafel in de woestijn. Jeruzalem in de verwarring met Achitofelis weg. En ze zullen gaan mobiliseren langzamerhand. Plan met u zien. Daar in de woestijn. Wonderlijk de hand. O Heer. Dan krijg je toch eens raad tot zotheid. Het is gebeurd. Er komen geen 12.000 man om David te verslaan. Kon niet. Tot zotheid gemaakt. En waar hij toch hangt. En zijn ziel in verdoemd is. O oorlog verdoemd is. Weg mijn gij vervloekt. Het eeuwige vuur. Om eeuwig God te lasten. Wat hoor ik daar? Die stille woestijn, wat hoor ik daar? Dat vermoeide hoopje. Dat legerke vandaan, wat hoor ik daar? Ik zal gerust in vrede slaan. En liggen ongestoord aan de Heer. Want gij, o Heere, mijn schild en water. Gewoon onheil schijnt mij geschapen. Zul mij nog zeker wonen, Heer. En hoe zeker als die man de hel woont. Die er aan het touw hangt. Dat ik zijn witte kleed aan nam in de zomernacht. Heen en weer. Kom, zacht oogt, wind en oogt. Eens een plaats in huis. Die nacht. De schaal. Achitof. Zing de vermoeid en dag dans in God. Rust in de David. Van een verschil. Van een verschil. In Christus. God verzoend. Ondanks alles. Ondanks alles. Door God verdoemd. Achitof. In God verzoend, David, in Christus, die nu lenden is. Ja, om welke Messias uw hoofd en vertrouwt, die uw Godde in verlossen is. Geen keer. Ik zal rust in vrede slaan. Ook in de woestijn. Er liggen ongestoord erneer, maar er gebeurt niets. Want gij, uw God, is schild en behaard. Onheil schijnt mij geschamen. Ze mij nog zeker wonen, heren. En de rust daar. De rust van een kind ondanks alles. In het geslacht belanden Messias. Op wie die vertrouwde door het God weer verenigd was. Was Christus ark. Uitbindende Christus, die moet in de door de ark, Christus. Toegang tot God, het arme kind. Dag toegang. Dag toegang. En het vermeende licht en de genade. Toch nooit toegang. Behalve de verdoemenis en de eeuwige rampzaligheid. O, hoe wonderbaar is uw getuige. Naar mensen bereid aan de rechter toe, God. Wie wil ik hoor. Naar mensen denkt om mij. We kunnen het nooit erop opnemen, wel te wijken. Er staat in mijn in uw Bijbel nergens gewogen worden zwaar bevonden. Dan laat ik je niet betoveren. Alsjeblieft, voor je ene arme ziel. Laat ik je niet betoveren door niemand. Eén arme ziel. Mens, mens, waar ben je ooit zonder zonder rest voor God geworden? Maar is er ooit, ooit de zonde erger dan de hel voor je geworden? Maar is ooit Christus dierbaar in een gezicht geworden dan ons, Alphand? Waar ben je ooit met alle gezichten welk verloren gegaan? Ben je
Ooit met alle vrolijk werk gezicht. Ik ben met al die werkzaamheden. Ik moet er wezen. Tranen, zuchten, schrijen werkzaamheden. Uitgaan. Waarbij je ooit mee verloren gaat. Schamendrek. Buiten de kennis van een persoon dat het recht komt. Mens, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Voor die grote eeuwigheid. Denk toch. Het volk heeft misschien verhouden. Dat kan wel. Maar daarom draag je het over te voeren. En die uren verhouden, dat is nog geen David hoor. Dat voel je het ook niet. Uren verhouden. Moet je daar wat van maken? Die in wie gelooft van? In zo'n steekdonkere tijd doet dat mee, mensen. Op een steekdonkere tijd een mens van je gelooft of niet gelooft. Toen dacht je ineens dat daar van je gelooft doet mee. Daar van vraag ik toch dank je wel. En dan een steekdonkere tijd, mensen. Moet je daar eigenlijk op bouwen die je niet geloofde. Hij doet mens wat te bekeren door die en die. Arme ziel, waar je me steek onbekeerd gebleven. Hij met de ogen en die ogen rond gebleven. Oh, maar wie soms is te vroeg dichtgegaan. Te vroeg af aan te betoven met een gezicht. Te betoven met de hele gevoel. Hè. Buiten recht en buiten bloed en bij de persoonsvereniging om. Oh, arme ziel. Je bent nog op een gevaarlijke pad toen je midden in de wereld was. Oh, nou ben je iets, maar ben je... Maar waar God niet vanaf weet. Nou ben je een soort christelijke christin geworden. Maar buiten Christus. Want je me nooit anders deed overgaan. Wat erg. Wat gevaarlijk. Oh. Dan mag ik toch nog meer vertellen hoor. Oh. Rustig niet arme ziel. En laat je door niemand iets wijs maken buiten het woord op. En houd je bij het woord mens. Hou je daarna bij. Dan eindigt Johannes zijn bediening op de aarde. Ik wil Johannes het op. Eindigt zijn bediening op de aarde. Dan trouw ik naar. Dan neem ik geen die naar. Die bedrieg je niet. Die misleid je niet. Arme zielen. En die eindigt zijn bediening. Die den zoon heeft. Die heeft het leven. Die den zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Torenhof, hij op hem. Heeft die man iets te veel gezegd, niets. Weet hij het anders zeggen? Weet hij het anders zeggen? En zou we dat niet weten om een zoon te hebben? Zou je dat niet doen dat gegaan is? Van adem af, één keer te zin gelijk. Zou je dat niet weten? Is dat een machine? Gaat dat met een tekst, met een vers, een toestandje, een beetje zenuwomstandigheid? Dat is rechtszaken, mensen. Klaar. Dat is eenvoudig. Bijbels. Schrift u. Ontdekken. Separeren. Ontgronden. Ontblootend. Wees. Je zoon heeft het leven, die heeft van God gekregen, het recht vandaan. Je zoon, zo niet heeft het leven niet. Hij kan misschien hoort leven maken, heeft het leven. Door een God, blijf van hem. En wilt u met minder doen, het ligt voor uw rekening. Smeken en bezweer u met niet minder. Want we reizen naar vertrouwen. Terend, vurend, goed bij wie niemand te horen kan. Buiten kent. Wil je met minder doen, dicht voor uw rekening. Mens. Oh, sommige ziel. Oh, hadden beter niets kunnen weten. Hadden beter geheel natuurlijk kunnen zijn. Dan te vroeg bekeerd. Dan te vroeg verzoend. Dan te vroeg begenadigd. De zekerste weg om je straks even te bedriegen, te vroeg begenadigd. Dan alle geveinden huigen, waar zo ver ze ook gaan, hebben een diepe afkeer van ontdekking, separatie, ontgronding.
afsnijding ontbloot. Het zijn arme mensjes van Jamaar. Jamaar. Diep van de zaak. Daar riekt over een vijand van de haven toe. En een vriend van Afson die aan de zijde van de weg staat. Voor het woord, zijde van de weg. Niet in bedrieg. Trek die doorheen. Zo, zo, dat zo. Nu, tot de eeuwigheid. En dan slotte mijn vriend. Wat u enig droom. Beide in het leven en sterven, moet je nu weten. Straks te laat. Niet de grootste troost, niet enig troost. Het uiterste van al het andere. En het antwoord die heerlijke beleid. En wil u beter weten, moet u maar doen. En wens is niet beter te weten dan het lieve woord en beleid is. En wens is vooral twee ware troost te weten. En wens is niet getroost worden. En wens er geen mensen vertrouwd, maar de enige tocht. In leven en sterf, dat is. Dat ik met lichaam en ziel, hoort u, met lichaam en ziel, bij de leven en sterf, niet mijn, mijn getrouwen, zalenmakers, eigen ben. Eigendomswater. Met lichaam en ziel. Zou je dat niet weten? Zou je dat niet weten? Leggen met ziel. Van een Satans kind en Gods kind. Van een bruid van Satan en bruid van Christus. Leggen met ziel. Eens ander. Het eigendom van Jezus Christus eens ander te zijn. Niet veranderd te zijn in zoveel. Zou lopen. En ik toch zeker. Eens ander. Dat verlost. Met zijn dierbaar bloed. Al mijn zonden betaald heeft. En zou je dat niet bekend gemaakt zijn bij God vandaag. Wat waar is? En met alle geweldige duivels. Zo lost. Dat de zaad die je nooit meer in mee kan slikken. Wel verleiden we aanvallen. Nooit een meeslik. Verlost. Want er is geen verdoemenis voor één soort. En voor alle anderen wachten verdoemenis. Maar zo is er nog geen verdoemenis. Voor degene die één Christus Jezus zijn. Die alleen. Die niet naar het vlees wandelt. Maar naar de geest. Mensen. Hou je nou alsjeblieft bij de waarheid die in Christus is. Met de voorbeeld van de Heilige Schrift. Want dan slotte straks in de hemel zullen er staan David en Bathsheba en hun kindje. En kindje. Waarvan David zegt. Het zal er mij niet wezen, ik zal met hem gaan. Kan men zegt in de hemel. En Salem, ook een zoon, van David en Bathsheba. En de hel zul je zeker zien. Absalom. Achitofel. Judas. Zo. En alle dwaze maagden. En alle dwaze bouwers. En alle rijke jongeren die nooit zijn wedergekeerd. En alle mensen zonder bruidskleed. Die de bruids aangewezen zijn. Alle roekeloze goddelozen. En al de bijkomende toegekeerd. Allen de Arikdof. Kaaien. Zo. Bij Judas. En bij. Dwaze maag. In de buitenste duisternis. De kerk en een vaderhuis. Uit
zo'n grote nood en dood verlost. Door grote rieten. Die in Christo nooit verbroken is. En de rogende vlas ik die nooit in Christo zijn. Kon worden uitgeblust omdat hij het gezegd is. En diegene. De uitgerukte de hel. En de uitgerukte de goddienst. Het rijk. En de hoop uit de gooientjes voor overgaan. Uitgerukt. Schademtrek. Dat nemen de kennis van Christus. Van niemand. Uit mijn hand rukken. En uitgerukt. De Satan uitgerukt. Met niemands hand van Christus rukken. De poort aan de hel. Zullen wij gemeente. Christus gemeente. Christus kerk. Daar beschool de zoon. Is hun koning. Poort aan hel. Zullen mijn gemeente. Niet overweldigen. Dan liever met David. In de woestijn verslagen en vervolgd. Ga met al God waardevol, maar in Christus. In Christus. Als hier eer, roem en naam. En straks verdoemd te worden. Door God zelf. En dat voor eeuwig. Haast u. Om uw leven te willen. Om een ziel. O mijn zielen. Van jong en van oud. Nog rijdt het bloed van Christus. Nog kun je bekeerd worden. Nog een ontzaglijk reinigend dierbaar bloed. Nog is er Christus een gerechtigheid. Tot een eeuw bedekken. U mocht geschonken worden. Haast u. Om uw levens wil. En wij bidden u van Christus wegen. Als of God. Door ons namen. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Ach, Heere, aan het einde van ons samen zijn, zoek me af neder te buigen voor uw ontzaglijke majesteit. Ach, Heer, zou alsjeblieft een kruimeltje genade mogen ontvangen en vinden uw hoog. Van David schot en gemeenschap die gekend. Voor het eerst bij hem hier met Davids grote borgen middelen. In wie David geborgen was. Heilige majesteit. Wil u ons voortdurend waarschuwen. Wil u ons voortdurend doen zien het ontzaglijk gevaar. Wat er onze ziel is. Een agitofo, een vermeende man God. Dat het kind er voor de doemen is geëindigd. Dag. Gekozen. Abstam boven de daad. De duivel boven God. En de zonde boven de gerechtigheid. Een schijn heilige. En een schijn verlost. Je eeuwige vuur afgeven. Werk tot uw lieve geest, dat de geest van Christus onversterkt, enig, zalig maakt geloofswerk in Christus, onze arme, verslagen, behoed en bedroefde hart. En het uit genade alleen, op rechtse gronden. In Christus.
Amen. We eindigen met Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galon, uit uw verhevenheid om aanbiddelijk opperwezen. Je zelfs God die krachten geeft, wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. El moet hem vrezen. Laatste vers van Psalm 68. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.